Ik heb net heerlijk gewandeld met Annemarie hier in Hezingen in Springendaal. En Annemarie, jij hebt ook een kijkersvraag voor ons, hè? Jazeker. Mijn vraag is, wat moet er nu in je gereedschapskist zitten om een topcoach te worden? Hele goede vraag en ik zie Jan daar al zitten. Hoi. Hoi. Nou, ik heb Annemarie meegenomen, die heeft een kijkersvraag. Ja. Jan, maar laten we eventjes vanaf het begin beginnen. Wat is NLP? NLP, dat staat voor neurolinguistisch programmeren. Neuro, dat is je brein, dus je neurologische processen. Wat er in je hoofd omgaat. Linguistisch, de taal, de woorden die je tegen jezelf zegt. En programmeren is eigenlijk het beïnvloeden van je brein. En wat bedoel je daar nou precies mee? Nou, ik bedoel mee, jij krijgt prikkels van buitenuit. Je wordt voortdurend van de buitenuit geprikkeld. Dat geeft bepaalde gevoelens, daar krijg je bepaalde gedachten bij. En dan ga je bepaald gedrag vertonen. En het kan zijn dat je gedrag jou in de weg zit. Dat je daar last van hebt of dat andere mensen er last van hebben. En als je dat wil veranderen, kan je dat door middel van NLP bereiken. Kun je wat specifieke situaties noemen? Ja, mensen bijvoorbeeld die persoonlijk willen groeien, persoonlijke ontwikkeling komen bij mij. Want vaak wat je in het dagelijks leven doet, is heel veel wat je doet is onbewust. Mensen die last hebben van stress, mensen die onzeker zijn, mensen die een betere balans tussen privé en zakelijk willen. Dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden daarvan. Wat maakt jou als mindset coach en trainer uniek? Wat mij uniek maakt, althans krijg ik terug van mensen altijd, dat ik ze van nature tot rust weet te brengen. Waardoor ze eigenlijk vanzelf openen en dat ze daadwerkelijk daarmee in beweging komen. En daarom zijn we ook in de natuur. Daarom zijn we ook in de natuur, ja. Want dat geeft ook rust en ruimte in je hoofd. Ja. Ik denk dat het tijd is voor de kijkersvraag. Annemarie? Wat moet er nu echt in jouw gereedschapskist zitten om een topcoach te zijn? Wat een topcoach moet bezitten, is dat hij authentiek is, dat hij eerlijk is, dat hij rust uitstraalt en dat hij mensen daadwerkelijk in beweging weet te brengen en zorgt voor een blijvende verandering bij mensen. Dat moet een topcoach bezitten. Dank voor je antwoord. Laatste vraag. Je bent ook trainer. Ja, ik train zowel ondernemers als particulieren, zowel mannen als vrouwen. Die een andere mindset willen krijgen, waar een krachtige mindset, zodat ze de resultaten in hun leven kunnen bereiken die ze graag willen, waardoor ze succesvol en gelukkig worden. Succesvol en gelukkig, klinkt ja. Heerlijk. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Is jouw kijkersvraag hiermee beantwoord? Ja, zeker. Nou, dan wil ik jullie hartelijk danken. En voor meer informatie ga je natuurlijk naar onze website rtl.nl/ ikzouwelleswillenweten.